Moorsjagger Polka, maar zeker had ik niet gedacht voordat ik hier kwam dat ik fan zou worden van de xylofoon. En dat is wel gebeurd. Ik wil jullie allemaal bedanken, maar zeker ook al die vrijwilligers die achter de schermen hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat we hier vanavond zo fantastisch zitten. Dus voor jullie allemaal vraag ik een hartelijk applaus. Nou, die lof die geldt allen, maar toch zou ik één persoon in het bijzonder willen toespreken. En ik zou hem willen vragen om ook hier even naast mij te komen staan. En dat is de heer Jan Jansen. Meneer Jansen, u bent gedurende 20 jaar bestuurslid geweest van Edelweiss, waarvan 5 jaar ook als secretaris. U hebt veel meer gedaan dan alleen aan de bestuurstafel zitten, want u bent de initiator en ook de samensteller van het ledenblad Info, en dat al sinds 1990. En daarnaast zorgt u ook voor het donateursblad De Wijs. Niet alleen dat, maar u bent ook een aantal jaren de organisator geweest van de donateursactie en ook van de actie rondom Jantje Beton. U hebt het ook over de grens gezocht. We hebben al Moorsjag gehoord, maar een heel aantal jaren bent u ook organisator van die bezoeken aan Zwitserland geweest. En vanaf 1982 tot 2007 was u ook coördinator van de Pinksterweekenden. U was ook lid van de Lieve Leedcommissie, bezorgde de verjaarskaarten aan de leden, maar heeft ook de instrumenten een aantal jaren beheerd. U was ook, en dat vind ik opmerkelijk, de bedenker van de Edelweisspluim, die tussen 2012 en 2017 is uitgereikt. Als ik dit rijtje zo opnoem, verbaast het mij eigenlijk dat u die pluim nooit zelf op de hoed hebt mogen steken. Een kleine hint. Sinds maart, meneer Jansen, bent u gestopt met uw bestuurlijke activiteiten. Maar we hebben het kunnen merken, u bent nog steeds muzikaal aanwezig. En ook nog steeds voor het blad actief. Ook buiten Edelweiss actief in Bergendal. Want sinds 2005 bent u jaarlijks druk rondom het opbouwen, onderhouden en later weer afbreken van de kerststal van Bergendals bloei. Maar, en daar kennen ook velen u van, sinds 1988 bent u ook al trouw lid van de stichting Heemkunde Bergendal. En al die jaren al verzamelt u het beeldmateriaal voor de periodieken. U treedt ook op als wandelgids bij de historische wandelingen in Bergendal. U zorgt voor de bemensing van het kraampje bij diverse activiteiten. En ook hebt u al 10 jaar redactionele bijdrage aan de periodiek De Gids van Bergendal verzorgd. Was ook lid van de commissie Bergendal 250 jaar, 2000. De laatste tijd bent u druk, maar ik heb begrepen, met het maken van een folder voor de wonderroute, het ommetje van Berg en Dal.